Op woensdagochtend 31 maart verrichtte wethouder Marieke Teunissen van de gemeente Renswoude, in het bijzijn van het college van burgemeester en wethouders en leden van de stuurgroep, de eerste sloophandeling van het oude gemeentehuis. Hoe leuk is dat? Ik ben nog helemaal vol van de adrenaline. Ik mocht even slopen. Waarom deze sloophandeling? Nou, zoals jullie misschien wel weten gaan we het gemeentehuis verbouwen. Aan de voorkant is monumentaal en dat blijft uiteraard intact. Dat oude gemeentehuis bestaat al sinds 1651 ongeveer. Maar dat achterste gedeelte is in de jaren 80 aangebouwd en dat voldeed niet meer. Dus ja, we zijn een heel proces doorgegaan en nu is er een ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis. Het monument blijft staan en daarachter komt een nieuw gedeelte. Maar dit moest weg. En nou, dan aan u de eer om de sloophamer, nou ja, de sloopkogel te hanteren. Ja, het was tot ik hier aangefietst kwam voor mij ook nog een verrassing. Ik had alleen maar gehoord, je moet je melden. En dus ja, nou, tot mijn grote verrassing stond daar zo'n apparaat met een enorme sloopkogel eraan. En mocht ik hem bedienen. Ja, heel leuk. Ja. Dat is mij. Ik ben met de helm geboren. Oh, okay, ja. Wat vindt u van het ontwerp van wat er over tijd moet komen te staan? Ja, nou, het ontwerp is gemaakt door ZEK Architecten. Er is uit Utrecht en dat is een heel gerenommeerd kantoor. Daar zijn we heel blij mee. Ze hebben veel ervaring ook met de combinatie van monumentaal met nieuwbouw. En ja, ik ben heel blij met het ontwerp. We hebben een uitvraag gedaan. Er zijn uiteindelijk drie architecten geselecteerd. En door een speciaal team is daar de beste uit naar voren gekomen. En dat was dus ZEK Architecten. En ja, daar gaan we straks heel veel plezier van hebben, denk ik. Wanneer ligt het gedeelte wat plat moet plat? Nou, dat ligt een beetje aan de aannemer. Kees Boonzaaier hier, de plaatselijke aannemer, die heeft de sloop op zich genomen. Dat doet hij natuurlijk met alle respect voor het monument, dus dat vergt wel wat extra aandacht. Maar volgens mij is dat gedeelte, de oude raadzaal, zeg maar, waar ook getrouwd kon worden, en en de fractiekamer, dat wilde hij volgens mij voor de Pasen doen. En dan snel na de Pasen de rest van van de aanbouw, zeg maar. En wanneer staat het, laten we zeggen, het complete nieuwe gemeentehuis er weer? Nou, wij hopen, ijs en wederdienende, dat binnenkort de aannemer bekend is. Dus niet voor de sloop, want die weten we, dat is Kees Boonzaaier, maar voor de bouw. De uitvraag gaat een deze dagen de deur uit. En dan, ik heb net gehoord dat het nog wel een poosje kan duren voordat er ook daadwerkelijk gestart wordt. Maar dat is nu voorzien op vrij snel na de bouwvak. Dus na de zomer zou er gestart moeten worden met de bouw. En dan duurt de bouw ongeveer 11 maanden. Stel, na 16 maart 2022, u bent geen wethouder meer. Is dit misschien een mooie carrière-move? Zo'n sloopkogel. Nou, dan wil ik best wel gaan solliciteren bij Kees. Ik vond het wel mooi. Ja. Zo, dat is leuk.